Olaf, ik hoop dat je ons verstaat. Wij zitten hier op een hele bijzondere locatie met een hele bijzondere gast. Deze gast behoeft verder geen introductie. Kijkt u zelf maar. Wel, ik vind het echt fijn om op deze manier tenminste nog u te tonen hoeveel ik van de autosport hou. En op dit feest was ik uit een harte zaak dolgraag zelf bij geweest. Maar je hoort het aan het gestotten dat het niet zo makkelijk is. Overigens hoeft niemand zich daarover op te winden, want het is ongevaarlijk. Hè? Maar ik hoop toch in de loop der tijd het kwijt te raken. Maar zoals ik zeg, het is een mooi feest, wat ik dus alleen maar uit de krant en misschien van verhalen van vrienden die al hier zijn, meer zal van horen. Maar ook het idee om de coureur van het jaar te kiezen is een geweldig leuk idee. En ik ben uit een aantal zaak blij dat dat een goede vriend geworden is. Ik dacht dat jullie nog eventueel zouden aftalen op een of andere mislukte Formule 1 race. Maar ik vind dit toch echt voorbeeld van top sportieve prestaties. En daarvoor wil ik meneer Van Lennep op deze manier nog een keer van harte geluk wensen. En ik hoop dat jullie een reuze fijne avond hebben. Dank u wel, Hoogheid. Terug naar jou, Olaf.